Welkom. Welkom, Barbara. Barbara. Ja, maar mijn stem herken je wel, toch? Ja, ja. Hé, wat goed, welkom. Ja, leuk zeg, het lekker weer. Ja, maar we doen het allemaal buiten. Ja, ja. Erepodium is buiten. En erepodium is buiten. Ja, ja, ja. Wat mooi hier. Ja, ja. En mooi meer. En zaten jullie alleen in de avond? Nee hoor, we zijn hier. Komen voor jou. We hebben allemaal voor jou. Hey, hallo. Ja, hallo. En dat op Pinksterdag. Ja, op een mooie Pinksterdag. Maar ik zit hier precies tegen die zon in te kijken. Hey, leuk, het gaat gebeuren nu, hè? Ja, ja, ja. Ja. Wel, maar. Even de rook is dodelijk, het is helemaal niet waar, bedoel je? Nee, daarom. Je zou zijn proces moeten aan. Heel hartelijk welkom allemaal. Liep Diepman en ik kwamen hier samen met de auto naartoe. Toen zei ze, er zal wel niemand komen met het mooie weer. Maar natuurlijk tegen tegen de kwaliteit van onze borrels is al geen weertype opgewassen laat staan. Tegen dit fantastische gezelschap wat hier steeds aanwezig is bij de borrels. En wat vandaag nog niet te verstaan. En wat vandaag? Vandaag speciaal nog is aangevuld met drie fantastische speciale gasten natuurlijk. In de eerste plaats ons erelid Miep Diekman. Een speciale gast van buiten Dolf Verhoen. Onze kunstenaar Pien Haasbeek. Pien! En vorig jaar dus, toen Miep Diekman erelid werd, is er ook een tekening gemaakt. En die heeft niemand tot nu toe nog gezien. Dus die gaan we nu onthullen. En voor degenen die het allemaal minder goed kunnen zien, dan hebben wij Dolf Verhoen bereid gevonden om uit te leggen wat erop staat. Ja, Miep en ik kennen elkaar al heel erg lang. En zoals u allemaal weet, is Miep, zodra ze in het vak kwam, heeft ze erg gevochten om de kinderliteratuur op de rails te krijgen dat het een belangrijk vorm van literatuur was. Niks minder dan de volwassen literatuur. En daar heeft ze zich heel uitgesproken mee gedragen. De hele leven lang, want zoals ik vorige keer geloof ik al vermeld heb, Annie Schmid noemde haar niet voor niks de Xantippe van de kinderliteratuur. Dus Keno Simons Hasselaar van de kinderliteratuur. Maar er hoort bij natuurlijk dat Miep ook erg veel publiciteit kreeg. En ze werd ontzettend vaak gefotografeerd, geschilderd en van alles. En ik kan me nog ontzettend goed herinneren dat Miep een keer een foto gemaakt moest hebben.
En toen, dat moest staande gebeuren. Oh ja hoor, zei Miep, kom maar op. En nou ja, hoe ze het voor elkaar kreeg, weet ik niet. Maar ze gooide het hoofd omhoog. Ze stond daar niet als een schrijfster, maar als een mannequin. En ik dacht, nou, wat moet daar nou van terechtkomen? En het werd een prachtige, professionele foto. Ik kan me nog heel goed herinneren. Nou moet ik natuurlijk zeggen, Miep is een mooie vrouw. Dus daar kan je weinig aan veranderen. Maar toch is het altijd bijna pijnlijk als er van je eigen gezicht iets gemaakt wordt. Ik weet dat Willy Rieser heeft, ik geloof in 1955, heeft hij van mij een schilderij gemaakt. Bijna een levensgroot schilderij. En dat hangt in het Letterkundig Museum. En ik vind het zelf een prachtig schilderij. Want ik vind mezelf daar helemaal in terug. Ik ga beginnen met je hebt ontzettend mooi, prachtig haar. En het ziet er niet uit alsof het van de kapper komt, maar het ziet er echt uit alsof het helemaal bij je hoort. Dan kijk je een beetje voor, je zit een beetje voorover, je hebt je ogen dicht. Een slechte kijker zou nou zeggen, je zit erbij alsof je denkt, ik kan de huur niet betalen. En die mond, die drukt eigenlijk zo ongelooflijk veel gevoel uit. Die tekent precies wie jij van binnen bent. Ook de kin. Je ziet er ook een beetje uit alsof, ik moet erover nadenken, maar ik heb wel een klap in mijn gedachten. Want ik laat het allemaal niet zo over me heen gaan. Het mooie is ook, vind ik, dat dit iets heel melancholisch heeft. Het zou ook kunnen zijn dat het met je hele leven te maken heeft. Je hebt eigenlijk best een heel onstuimig leven gehad. Je hebt heel veel voor mensen betekend. Heel veel voor de kinderliteratuur betekend. En ik zou wensen dat het ook in het Letterkundig Museum kwam. Want ik vind het echt een prachtig, prachtig portret. Je bent uit en ten aan. Dank je wel. Ja. Wel, ik heb een soort relatie met schilderijen. Ik ben vaker geportretteerd. En in de loop van de tijd hebben die portretten een geweldige betekenis voor me gekregen. En ik vind dat de vrouw ook minder moet weten dan zij sluiterij. Ik was vroeger getrouwd met Anton Campbell. Die was chef kunst bij het Parool. En zodoende zat je ook overal in de kunstenaarskringen, bij balletten, bij toneelen, bij muziek. En dus je kende ook mensen zoals van de Haagse kunstkring al en diverse afdelingen die had. En in die tijd merkte ik al dat ik beter met betere kunstenaars om kon gaan dan met mijn eigen collega's. Ja, zeker natuurlijk. En ik zit daar en hij staat er achter. Ongelooflijk groot doek, zegt vrij dan niet en begint maar met een woede. Ik dacht dat hij door het linnen heen zou komen gelopen. En een soort gebeuren of gemompel en verder niks. En er hing een sfeer. Nou ja, die moet echt iets kwijt, want die kan niet zo gauw gaan, dus mond dicht en niks zeggen. En ja, je mag het ook nog niet zien. En dus ik kom de volgende dag terug en ja, weer hetzelfde met het schilderij. En toen zei hij ineens op het end, toen zei hij, ziezo, het is klaar, kom maar kijken. En toen kreeg ik eigenlijk de schok van mijn leven. Want ja, wij hadden thuis, mijn moeder filmde, we hadden heel veel foto's. Nou, je weet, dat was mooi poseren en dit en dat. Maar wat ik daar zag, toen dacht ik, wat is dat hard, ben ik dat? En het was zo'n confrontatie, maar aan de andere kant was het, ik denk dat is niet hard, dat is iets anders, dat is iets wat je noemt hardnekkig, gewoon weg. En wat bedoelt Willem ermee? Zeer waarschijnlijk bedoelt hij een soort waarschuwing, pas op, ik heb de keus gemaakt. Jij zit voor dezelfde soort keus in je vak, wat ga je doen? Ga je door met wat je in je kop hebt, met alle risico's van die en misschien moet je later naar de cent nemen. Ik wil wat.
Of geef je toe aan wat je uitgevers willen. En dus dat portret heeft mij altijd, iedere keer tot de dag van vandaag, als ik er langs loop, denk ik aan dit moment dat het een keuze, een hele belangrijke keuze in mijn leven heeft vastgelegd. En dat is die wisselwerking tussen het beeld en de kunstenaar, denk ik, en als schrijver, dat je met hetzelfde soort problemen zit. En ik heb daar twee keer geposeerd. En toen zit ik nou, ik bel die wel voor de derde keer. Nou, prima, maar hij belde niet. En ik logeerde toen op de Paul. Dus ik zei, ja, ik was niet meer komen, want ik moet van alles regelen. Nou, zei hij, kom maar niet meer, want ik heb het eens bekeken. Nou, het is niet geworden wat ik wou. En materiaal is te duur, ik schil er iets anders over. Ik zei, ja, moet jij weten, maar mag ik het dan niet zien? Nee, daar confronteer ik je niet mee, hoor. Het is Josje. En Josje hoorde bij de club. En je ging dan dwars doen tegen Josje. Dus laat dat maar zitten. Dan ben ik wel een beetje de pest erover. Ik heb het niet gezien. Dan kom ik een week later Jos Lampen tegen. Ik was de directeur van de Vrije Academie. Jos zei, Miep, wat een schilder. En prachtig rugmaakje. Ik heb jou gezien van Josje. Ik zeg, wat zeg je? Ja, zegt hij. Josje heeft toch voor jou zo'n mooie rug. Ik zeg, dat kan niet, want hij schildert er niet zo overheen omdat het niet gelukt is. Hij zei, ik dacht dat jij dat wist. Het was een opdracht. Ik zeg, een opdracht. Ja, zegt hij. Je weet toch die vent die altijd in de posthoorn zit? Die lijken een kerel uit Wassenaar. En jou altijd maar over je huis zit te strijden. Rond achter en met iedere keer dat die mag ik door je haar. En dan stond er weer een koetsiertje voor de geest. En dan zei Willem Heussum of JBM. Toen zei hij, hup, laat die mannen maar strijken. Wij weten wel aan met dat koetsiertje. En die had Jos de opdracht gegeven om van mij een rug na te maken. Die man was zelf vreemd. Had een schat van een vrouw en leed daar ontzettend onder en nodigde vaak de schilders uit voor kom jongens een feestje bij ons in Wassenaar en hoe ze dan zijn vrouw bezig hielden, dat vond hij alleen maar leuk. Nou ja, daar zat ik. Ja, zei George ook nog. En die heeft er goed aan verdiend ook hoor. Maar George weet zijn prijs. Nou, ik kon niet gauw pissen, maar toen dacht ik toch een klein secret. Maar aan de andere kant moest ik feitelijk zo lachen, hoe red je het? Want ik wist ook dat Jos bijvoorbeeld met zijn fietsje door die Scheveningse achterbuurt jongens van de trap van de boulevard niet gegooid met fietsje. En dan is het altijd verdedigd. En ik denk, ja, hoe red jij het feitelijk in je leven? Dat opent mij de ogen voor. Mezelf in de ogen kijken, hiermee teruggegeven. Want dit is gemaakt in die laatste periode van mijn leven. Wie overkomt het dan als je bijna levend bent? Dat dan een portret van je gemaakt wordt. Dus dat is net als de andere. Een houvast en een maaier van een hele bijzondere gebeurtenis in mijn leven. En ik ben sowieso gedacht dat we het wel vragen zo kunnen screenen. Dankjewel, Pien. Ja, was het goed? 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Het is echt heel mooi. Het is heel mooi gepakt, hè? Ja, ja, ja.